André Hazes junior lijkt onverschillig te staan tegenover de uitkomst van de juridische strijd tussen zijn zus Roxane en moeder Rachel over de erfenis van hun vader, André Hazes senior. De zanger liet dit weten in een interview met RTL Boulevard, waarin hij openhartig sprak over zijn houding ten opzichte van deze familiegeschillen. Inmiddels verbaast niets meer, meer, merkte Hazes op, verwijzend naar de complexe juridische kwestie. Opmerkelijk genoeg heeft hij aangegeven weer goed contact te hebben met zijn zus Roxane... Wat een positieve wending lijkt te zijn in de familiebanden. Over de erfenis zelf lijkt Hazes echter nuchter, ik heb me nooit echt druk gemaakt om een erfenis of zo, en dat is ook wat ik er ooit mee bedoelde te zeggen, waarom ik me er niet mee bemoeide. Voor de zanger staat één ding centraal, het respectvol omgaan met de naam Hazes. De erfeniskwestie lijkt voor hem van ondergeschikt belang te zijn. Voor mij is één ding belangrijk, dat er goed om wordt gegaan met de naam Hazes, benadrukte hij. Het financiële aspect lijkt hem nauwelijks te interesseren. Met dat kutgeld kunnen ze volgens hem doen wat ze willen. Dat boeit me oprecht geen reet. Hazes lijkt dus vastbesloten om boven de materiële aspecten van de erfenis te staan en benadrukt liever de emotionele waarde van de familienaam. Hoe de juridische strijd ook mag eindigen, zijn focus lijkt te liggen op het behouden van de waardigheid en de nalatenschap van de Hazes familie.